Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, ik vertel jullie het iedere keer weer, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet leren naaien en knippen? Nou, dat kan, want vandaag is mevrouw Danielle Verbe bij ons in de studio. Ze gaat ons daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi mevrouw Verbe. Hi, goedemiddag. Hoe gaat het met u? Het gaat, ja. Dat is goed. Met mij gaat het ook goed. Oké. Blij te horen. U heeft een knip- en naaischool. Misschien kunt u me er een kort over vertellen. Ja, ik heb Jova Knip- en Naaischool opgericht. Mm-hmm. En we zijn al een tijdje bezig met de volwassenen. We zijn op Houtuin gestart. Daarna uitgebreid naar de Sinjastraat en op Helena Christina. Dus 3 filialen. Ja. Dat is mooi. Wat moet ik me nou, voor de mensen die het niet weten, maar het zou common sense moeten zijn, maar wat moet ik me voorstellen bij wat er bij zo'n knip- en naaischool gebeurt? Mensen leren eerst stikken op de naaimachine. En daarna kunnen ze kiezen als ze een korte cursus willen doen van 4 maanden. Je leert een rok stikken, een blouse, een jurk en een short. Of een langere van minimaal 1 jaar. Waarbij je verschillende onderdelen, technieken aanleert. Okay. Om je eigen kleding te kunnen stikken. Yes. Als ik klaar ben met zo'n cursus, kan ik in ieder geval de basis outfitjes gewoon zelf maken. Dat is de bedoeling, okay. Ja. Van waar is het idee ontstaan om dit te doen? Ik heb zelf als kind kniplessen gevolgd. Het is een beetje blijven sluimeren. Mm-hmm. En toen ik volwassen werd, ben ik me een beetje gaan verdiepen. Ik kreeg toen het gevoel van ik wil eigenlijk eerder lesgeven dan dat ik bijvoorbeeld alleen een modiste zou zijn. Dus dan ben ik daarvoor gaan studeren en na een tijdje heb ik dus een knipschool opgericht. Oké, nice. Oké, de knipschool staat er, want die was al een keertje bij Q-Time geweest. En jullie zijn gewoon lekker doorgegaan, de filialen erbij, de cursussen gaan onverstoord verder. Maar nu hebben jullie eigenlijk ook iets speciaals voor de kinderen. Ja, we hebben 2 maanden geleden zijn we gestart met kniplessen voor de kinderen. Mm-hmm. Het is eigenlijk zo gekomen dat ik constant werd gebeld van geef jullie ook lessen aan kinderen. En ik had toen de ruimte niet daarvoor. 2 jaar geleden had ik een kids workshop voor de vakantie. En er waren maar 2 kinderen komen opdagen. Dus mm-hmm. Ik had ze eigenlijk afgezegd. Maar toen zei die moeder, kunnen ze niet gewoon bij de volwassenen meevolgen, maar... Op hun niveau. Juist. Mm-hmm. En die kinderen zijn 1 jaar lang gebleven. Toen hebben ze afgerond. En daarna kwamen steeds weer belletjes, geef ik voor kinderen. En uiteindelijk heb ik dus besloten om samen met een collega een programma voor kinderen in elkaar te zetten. Oké. Wat is het grootste verschil tussen de... cursus voor de kinderen en die van de volwassenen? Bij volwassenen ga je echt met formules, tekeningen werken. Het niveau is natuurlijk hoger. En bij de kinderen probeer ik dus iets vereenvoudiger te werken. We zijn niet alleen met kleding bezig. We zijn eigenlijk eerst met iets kleins begonnen. Mm-hmm. Zoals een scrunchie. Zodat ze... tijdens het maken van die scrunchie direct leren om te stikken. En zo steeds een iets groter projectje. Mm-hmm. Zodat ze de technieken onder, als spelenderwijs, om het zo te zeggen, onder de knie krijgen. Oké. Als ik zo naar u luister, past u het aan op het kind natuurlijk. Als ik nou na 1 jaartje zo'n cursus heb afgerond als kind, zou ik dan gewoon automatisch kunnen aansluiten bij de volwassen cursus? Of is er toch nog een heel groot verschil? Nee, want in die tussentijd heb je inzicht ontwikkeld, je vaardigheden ontwikkeld. Eigenlijk basisdingen zoals leren meten, recht leren knippen, stikken, dat soort dingen leer je dus in die tussentijd al. En ik pak ook dingen dat ik aan volwassenen leer in het programma mee, maar dan maak ik het iets eenvoudiger. Oké, leuk. En als ik aan kinderen moet denken, wat is de leeftijd die mag meedoen hieraan? Officieel van 9 tot 15, 16. Mm-hmm.
Maar zeg, dat kind is echt flink. Vanaf 8 jaar zou ook wel kunnen. Tot 16. En de meeste kinderen van 16 of 17 kunnen liever bij de volwassenen aansluiten. Oké. En ik geef mijn kindje op. Mijn kind die zegt, mama, ik wil leren knippen. Ik ga modeontwerp worden later. Wat is het proces precies? We geven gewoon een belletje aan u en... Wow. Ja, mm-hmm. Mensen bellen. Het nummer is 857-9130. Ik stuur dus een app met de afspraken, zeg maar. En wat ze nodig hebben. En ja, dan mag dat kind komen, mm-hmm. volgen. De begeleiding is een beetje one-on-one. Je zit wel in de klas, maar het hangt van het niveau af en de snelheid van dat kind. Dus het kan zijn dat één kind iets verder is en een ander wat minder. Waardoor kinderen eigenlijk continu kunnen instromen. Oké. U gaf aan dat u die korte cursus voor die volwassenen heeft en die lange. Voor de kinderen is het direct een heel jaar of heeft u daarvoor ook blokjes van cursussen? In feite zijn we gestart met een programma van 3 tot 4 maanden. Maar de kinderen die we nu hebben zijn zo enthousiast. Dus ondertussen is het programma alvast tot 6 maanden uitgebreid. Met de bedoeling dat het ongeveer 1 jaar gaat duren. Spannend. En ze zijn ook een beetje sneller dan gepland. Dus we moesten vooruit werken. Ja. Dat is toch goed. U bent met 2 kinderen gestart en daarna zijn er belletjes gebleven. Is er iets dat die is bijgebleven van alle kindercursisten die heeft gehad? Dat echt, dat het really stood out van, oh, die heeft echt potentie om later. Ja, die 2 kleintjes waren ongeveer 8 en 9 jaar. We hebben heel veel dingen gemaakt. Rokjes, schort, etuis. 2 of 3 tassen, eenvoudig blouseje. Daarna had ik weer een kind dat ik zo tussendoor heb genomen. Zij heeft een short gemaakt, rock, blouse en ook nog een paar kleinere items. En toen zei ze ook nog, want zij is afgelopen maand gestopt om terug naar Nederland te gaan. Toen zei ze van, ze houdt echt van de short. Dus ze zelf wil een short. In de groep die we nu hebben, gaf een van die moeders me vorige week aan van, de dochter heeft al bestellingen en die mensen moeten betalen. Dus de business is gestart. Ja, zelfs alles in de eigen zus. Dus ja, degene die de lessen verzorgt, zei zelfs van, een van die meisjes had eentje gemist, een les gemist. En toen wilde ze extra vroeger komen die dag, de volgende les dan, om in te halen. Ze zei ook, na afloop willen die kinderen niet weg. Ze willen dat de les langer duurt. Dus dat zijn leuke dingen om te zien, ja. Ja, dat is superleuk. En dat de potentie er is. U vertelde een van de verhalen waar het meisje zei van, mijn zus moet betalen. Worden tijdens deze cursussen ook meegenomen dat als je iets maakt, hoe je mee moet berekenen als je er geld voor zou vragen? Of was zij gewoon super business minded? Ik denk dat zij super business minded was. Maar ik heb zelf les op de nijverheidsschool gegeven aan tieners. Mm-hmm. En daar, veel van ze hadden ondertussen ook al klanten. Mm-hmm. Dus het stukje van kostprijs berekenen en zo, nam ik toen wel mee. Dus als deze zover zijn, dan kunnen we dat natuurlijk ook doen. Dat is heel mooi. Het lijkt, of tenminste niet, het is een heel mooi initiatief om heel vroeg kinderen andere dingen te leren dan alleen de basis op school krijgen. En het is ook een mooi moment om te ontdekken wie deze extra skill gewoon tot levenswerk zou kunnen maken. Ja. Dus daarvoor moet ik u wel echt een applausje geven. Dat u daar het geduld voor vrij maakt om dit aan kinderen te leren. Dank je wel. Dus ik hoop dat u een volle bak mag hebben. En dat iedereen die nu thuis kijkt en denkt van, hé, mama, ik wil ook een kniples. Of een moeder die weet dat zijn of haar, want is het alleen voor meisjes? Nee, jongens zijn ook welkom. Mm-hmm. Ik heb ook in het verleden een paar tienerjongens gehad. Mm-hmm. En sommigen hebben echt potentie, ja. Dus dat ook als iemand met een zoon kijkt en denkt van, hey, die zou dan naar Jova's Naaien Knipschool willen gaan. Dat iedereen zich direct aanmeldt. Mm-hmm. Ja,
Ik wil even wat zeggen nog. Mm-hmm. Sommige ouders, want ik heb ook ouders in deze groep, mm-hmm. wiens kinderen bijvoorbeeld die het in zich hebben, die hebben hun kind ingeschreven omdat ze hun kind bijvoorbeeld op de MULO willen, om later misschien naar het VWO te gaan. En daarnaast doen ze dit om hun creativiteit te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat is ook een optie. Als ze hun kinderen misschien niet per se naar een vakschool, dus een dagvakschool willen sturen. We hebben dus nu aan de Sinjastraat en we zijn dus nu bezig om op Houten. Zijn er ook al een paar ouders die al aan het bellen zijn om daar ook een tweede groep op te richten, zeg maar. Dat is echt mooi. Ja. Nou, ik wil u nogmaals bedanken voor het komen en ik hoop echt dat alle ouders die kijken en de potentie zien in hun kind, of hun kind ook gewoon een extra uitlaatklep willen gunnen voor hun creativiteit, gebruik maken van deze opportunity die u biedt. Dank u, ook voor dat ik hier mag zijn. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Daniela Verbe bij ons in de studio. Zij is de oprichter van Jova's Naai- en Knipschool. En deze knipschool biedt cursussen aan volwassenen en ook aan kinderen. En het bijzondere vandaag was ze hier om over de kinderen te praten. Want als jij een kleintje thuis hebt vanaf 8 jaar en op, en denk van, hey, deze zou een cursus bij Jova's kunnen volgen om te leren knippen, leren stikken, gewoon ook een creatieve uitlaatklep, om gewoon ja, creatief bezig te zijn en ook nog iets te leren waarmee je later ook misschien nog wat centjes zou kunnen verdienen. Nou, dat is dit echt voor jou. Het nummer komt nu in beeld. Sturen heb je, alle informatie wordt gegeven. Er zijn verschillende cursussen. Deze duurt nog 6 maanden. Geef je kindje op. En je weet maar nooit als jouw ontwerper vlak naast je zit of wie ook wat in de toekomst mag worden. Maar neem deze kans. You never know. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.